Gezondheid, uw keuze. Elke zondagmiddag om 5 uur op FM Gold. Tips voor een gezonde levensstijl en voeding. Gepresenteerd door de voedseltechnoloog Ricky Stoetgaard, Master of Science. Zondagmiddag 5 uur, gezondheid, uw keuze op FM Gold. Luisteraars, van harte goedemiddag en hartelijk welkom. Vandaag, zondag 13 maart, 2 jaar na COVID, haar intrede in de Republiek Suriname. En hij is er helemaal klaar voor, met een heel interessante studio, gastluisteraars. We doen ook op deze zondagmiddag, live vanuit de studio van Radio FM Gold Suriname, het zondagmiddag Radio Actualiteit programma, samengesteld en gepresenteerd door het bloed uit Coronie. Hier is Ricky Winston Stuttgart vanuit Studio 2. Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. Vandaag is het precies net als meneer Ernst zegt, 2 jaar COVID in Suriname. En dat de soros dat een dame uit Nederland gekomen is en zij bleek later dus geïnfecteerd te zijn met het virus. En ik weet dus nog dat een COVID-patiënt nummer 5, dat moet haar echtgenoot zijn geweest, die moet de eerste persoon zijn die met COVID gestorven is en geregistreerd staat. In de loop van de jaren, ik ga dadelijk kijken om mij niet maar registreer. In de loop van de 2 jaren is er een heleboel gebeurd. En we gaan vandaag praten met 2 gasten. En de eerste is er al, de tweede heeft al bevestigd dat hij onderweg is. Ik ga mijn studiegast vragen om zichzelf aan die voor te stellen. Ik ben Steve Meijer, bisschop van Godsbazuin Ministries International. En ik ben blij om hier te zijn bij meneer Stuttgart als gast. Ik denk ook dat het wat vuurwerk gaat worden vandaag, dus ik ben erg in de spanning. Maar we hebben vandaag bisschop Steve Meijer op bezoek als gast. En mijn tweede gast is gearriveerd. En dat is een dokter Codrington. John Codrington is gearriveerd. En we gaan vandaag praten over 2 jaar COVID. En wat ik leuk vind is, we gaan dus dan een medische kant en een religieuze kant krijgen. Waardoor we dus wat balans hebben in het verhaal. Alvast wil ik bisschop vragen van, wie is Steve Meijer? Wel, bedankt voor deze gelegenheid alvast, meneer Stuttgart. Steve Meijer is een heel eenvoudige jongeman die is opgegroeid in het volle evangelie. Mijn vader is de oprichter geweest van gemeente Godsbazuin. Intussen 58 en een half jaar terug. En ik ben dus natuurlijk opgegroeid in het evangelie. Vanaf kinds af onder mijn vader. En wij hebben vanaf het begin van de start van Godsbazuin hebben wij zoveel meegemaakt natuurlijk. 58 jaren zijn geen 58 dagen. Maar verder ben ik opgegroeid geboren in de Prinsessenstraat. En na 3 jaren zijn we verhuisd naar de Verlengde Keizerstraat 37 achter de kerk. Daar ben ik opgegroeid natuurlijk, voetbal op straat gespeeld met verschillende grootheden van Suriname. Wensley Bundel is een van ze, de Bekkers van Leo Victor, de Borgias enzovoorts. Maar ik was zelf Robin Hooder hoor, dus nog steeds. Maar ik heb een hele leuke jeugd gehad, zoals de gemiddelde Surinaamse jongeman. Verder ben ik naar verschillende scholen geweest natuurlijk.
De lagere school was de Alvarez school, daarna de Nassi Brouwer school, daarna de Wulfing school. En toen heb ik op het Miranda College gezeten, de middelbare school. En daarna ben ik op IOL geweest, Engels gestudeerd. Mijn LO Engels, mijn pedagogisch getuigschrift plus MOA Engels. Daarna ben ik gaan werken bij Telesuur. Ik heb 11 jaar gewerkt bij Telesuur. En daarna voelde ik heel sterk de roeping van God op mijn leven. En ik ben toen na 11 jaar Telesuur fulltime in de bediening gegaan. Daarvoor natuurlijk stond ik ook al in de bediening. Maar natuurlijk simultaan met mijn werk en mijn studie. En ik ben dus toen fulltime prediker geworden. Iets dat ik eigenlijk van mijzelf nooit wilde. Maar als je eenmaal die roeping op je leven hebt, dan uiteindelijk moet je capituleren voor de wil van God voor je leven. En dat was vanaf 1997. En vanaf toen ben ik fulltime in dienst van God. En leef ik dus uit de hand van God, om het zo te zeggen, in geloof. En dat is zo'n beetje, over godsbazuin gesproken, ben ik in, dit jaar is het 20 jaar terug, dat ik de bisschop ben geworden over de kerken van Godsbazuin Ministries International. Intussen heeft Godsbazuin Ministries International 75 kerken in Suriname, verspreid over alle 10 districten van Suriname. En 15 kerken in het buitenland, Nederland, België, Frans-Guyana, Grenada, enzovoorts. Ook in Frankrijk tegenwoordig. En dus dat is een hele grote verantwoordelijkheid, dat ik dus over 90 kerken zo'n beetje de overziener ben, de opziener. Dus mijn leven bestaat grotendeels daaruit, wat het werk betreft. Verder ben ik heel gelukkig en gezegend getrouwd met mijn lieve vrouw voor langer dan 34 jaar. Dat is Lunette, mijn dochter. En uit ons huwelijk hebben wij 2 dochters van de Heer ontvangen, Joy en Kelisha. En ja, wat moet ik nog meer vertellen? Voor de rest denk ik dat ik ook in de samenleving redelijk bekend ben, omdat ik dus al jaren het evangelie predik. Op vreselijk veel evangelisatiecampagnes en dwars door het hele land ben ik geweest. Van Nikeri tot Marowijne, van Paramaribo tot Sipaliwini. Veel aan zendingwerk gedaan ook in het binnenland. Vooral het boven Suriname gebied. Naar de Samakasembe. Enzovoorts. Dus door de jaren heen veel gedaan voor het evangelie. Door genade van God. Oké. We gaan onze tweede studio gast hetzelfde vragen. Wie is dokter John Codrington? Nou, goedemiddag van mijn kant ook. Ik ben al een paar keer in uw uitzending geweest, dus ik ga in herhaling moeten vallen. Maar kan als er nieuwe mensen zijn, toch? Ik ga het heel kort houden. Laat me eerst even ingaan op datgene wat ik van de heer Meijer nu hoor. Ik wist nooit, toeval bestaat waarschijnlijk niet. Ik heb ook gewoond aan de Prinsessenstraat, maar waarschijnlijk ben ik iets ouder dan hem, ik weet het niet. Ik denk het ook, ja. Ik denk het ook, ja. Oké, maar ook aan de Prinsessenstraat, geborenslandshospitaal. De eerste jaren in het, aan de Prinsessenstraat, eigenlijk daar geboren dus. Ik ben ook naar de Alvarez school gegaan. Zo. Ook zo'n toeval, denk ik. Maar daarna richting Marie Hartman School, Verwijn School, de Amps en toen naar Nederland voor verdere studie. Een hele zwerftocht te maken. Ik ben dus klinisch chemicus van beroep. Werk in het academisch ziekenhuis, ook van het laboratorium, maar meerdere petten op. Betrokken bij
DNA-testen, vaderschapstesten, maar ook bij het wel en wee van kinderen die leven met, HIV, kinderen met sikkelcel en ook volwassenen met sikkelcellen. Dat is een beetje mijn passie. Mm-hmm. Ook een bijbelscholar, Apollos, gedaan. Maar goed, dat zijn een beetje de zaken, nog veel meer. Maar ik denk dat een beetje misschien het belangrijkste is. Ja. Wat ik leuk vind is dat op de lagere school, de eerste fase komt overeen met dat van bisschop Steve Meyer. Maar ik ben dus ook... ik zit me even af te vragen, want volgens mij toen ik van de Alvaren school ging, en ik ben altijd wel een goede leerling geweest hoor, dus het kan niet zo zijn dat ik ouder dan hem ben en dat hij dan dat denk ik niet. Toch, of hij ziet er heel jong uit en we zijn toch even oud. Ja. Maar ik dacht dat kort na dat ik van de Alvaren school ging, de Alvaren school volgens mij ophield om te bestaan. Ik had dus juffrouw Straal, dat was de hoofd van de school toen. Ik ook. Ik heb aan de Gravenstraat was het eerst en toen volgens mij Nassilaan. Nassilaan was ja. het. Ja, maar het was de eerste Gravenstraat. Eerst Gravenstraat. Gravenstraat. Daarvoor, en toen Nassilaan. En daarna natuurlijk toen ik daarvan wegging, weet ik ook niet, maar ik dacht dat het niet heel lang daarna niet meer bestond. Maar misschien vergis ik me. Maar anyhow, dat zijn... Ik heb ook even overeenkomst met jou, want ik ben ook naar de Maria Hartman school geweest, de Verwijn school en de Amst. Ja. Dus Suriname maar waarschijnlijk kleine. Wel verschillende jaren ook. Hè, dus, we zullen niet vragen hoe oud wie. Maar als je bijvoorbeeld meneer McDonald, die trainer van Anthony Nesty en meneer Hiwat hebt gekend, op de Amst. Nee. Ik ben voor de onafhankelijkheid vertrokken. Mijn laatste jaar op de Amst was in 1975. Kijken. Ja, ik ben 77 vandaag gekomen. Oké, dus dan is er waarschijnlijk een 2-3 jaren gap. Ja. De volgende vraag die ik mijn gasten ga stellen. En de eerste vraag heb ik eerst, als ik ben de bisschop, nu ga ik bij Dr. Codrington. Wat zijn uw persoonlijke ervaringen geweest met het COVID-virus de afgelopen 2 jaren? Oh, een heleboel. Ik ben vanaf dag 1 tot heden, tot vandaag, ben ik eigenlijk wel betrokken geweest in het hele COVID-gebeuren. Omdat de techniek wat betreft het opsporen van COVID, de PCR-testen en noem maar op, die hadden wij dus al jaren daarvoor in het academisch ziekenhuis ontwikkeld. En we konden dankzij die ervaringen konden we dus direct instappen om Suriname, om het wereldkundig te maken dat we ook COVID in Suriname hadden. Het is precies 2 jaren geleden vandaag. Ja. Dat we geval nummer 1 hadden, case number 1. We waren allemaal ietsje daarvoor al in de griep van COVID, maar we hadden allemaal gehoopt dat het niet in Suriname zou aankomen. We hebben het wel moeten weten. En toen hadden we dus 1 geval en waren we een beetje in rep en roer. Gisteren hadden we 14 gevallen en we zijn een beetje rustig en niet op dezelfde manier gehyped als toen. Ik zit natuurlijk in het diagnostisch gebeuren. Maar eigenlijk meer voornamelijk wanneer de patiënten eenmaal in het ziekenhuis zijn en ze dus bijvoorbeeld beademd moeten worden, dan moeten er testen gedaan worden. We moeten kijken naar hun ademhaling en zo en een heleboel van die dingen en hun leverfuncties. Want het zijn vaak mensen met onderliggende aandoeningen en dan krijgen wij dus de materialen. Dus de hele organisatie daaromheen, ja, daar ben ik dus ook wel betrokken bij. En natuurlijk vanuit een beetje een wetenschappelijk oogpunt ook helpen studenten, naten studenten begeleiden in het onderzoeken naar wat zijn nou de parameters die verhoogd zijn bij mensen die COVID hebben. Ik heb zelf een aantal op Facebook meer heb ik dus een page waar ik dus een update. Eigenlijk COVID in Surinaams perspectief heb ik dat genoemd. Waar ik dus eigenlijk vanuit mijn kant ook mensen
proberen te bemoedigen, van informatie te voorzien. Dat is het een beetje, en ik hou het natuurlijk wel dagelijks bij, en wat er in de wereld gebeurt. Maar omdat u dus nu realiseert, vandaag is eigenlijk 2 jaar het eerste geval geregistreerd. Wat we eigenlijk nooit gevraagd hebben is, hoe is dat allemaal aan toegegaan? Het eerste geval, is die persoon ziek aangekomen? Hoe is dat? Ik ben benieuwd hoe dat eigenlijk aan toegegaan is. Ja, het was een mevrouw die uit Nederland terugkwam en ziek werd. En we hadden toen al, de overheid had toen al aangegeven, jongens, indien je mensen hebt met koorts, hoesten en zo, en je voelt je echt heel erg ziek, meld je aan, want het zou COVID kunnen zijn. We waren dus daarop toegespitst. En die mevrouw die heeft zich dus op een gegeven moment aangemeld. En de dokter die waar ze naartoe ging, die zei van nou, we moeten dus ook op COVID testen. En toen bleek dus dat ze COVID-positief was. Mm-hmm. Het vervelende ervan is geworden, het ellendige eigenlijk, is dat die mevrouw ook haar man heeft besmet. Niet opzettelijk natuurlijk, want ze wist ook niet wat ze precies had. En die man is komen te overlijden. Mm-hmm. En dat was dus het hele tragische in de eerste case die we hebben gehad, waarbij kort daarop, binnen dacht ik 2 weken of zo, bleek dus dat die man het dus niet gered heeft. Mm-hmm. Zij is wel gelukkig in leven gebleven, maar natuurlijk, weet je, je laat als man, als vader, laat je je kinderen achter die nu verder moeten, jonge kinderen. Dat was dus wel heavy. Mm-hmm. Ik heb toevallig wel het contact kunnen hebben met die mevrouw, dus case number one. En ik ken haar verhaal. Ze zou het zelf moeten vertellen. Maar het is heel, heel, heel erg geweest. Want u begrijpt, in het begin was het ook zo dat als je eenmaal positief werd je eigenlijk bijna met een soort kolonne opgehaald. Militaire, politie, weet je. Je moest geïsoleerd worden. Je wist niet waar je naartoe ging. Je wist van de verhalen van de wereld van mensen die vallen dood neer als ze COVID krijgen. Nou, dat heeft ze allemaal verteld. En dan kom je, je wordt geïsoleerd, heel eng. Zelfs toen ze, wat ze mij verteld heeft, toen ze eenmaal genezen was. Het heeft bij haar heel lang geduurd voordat ze gezond verklaard is geworden. Bleek dat ze traumatische, weet je, als ze mensen zag buiten lopen, had ze echt zoiets van, ze komen om me op te halen. Ja, dus, ja. Het was heavy. Oh, ik heb nooit een beetje beseft wat posttraumatische stresssyndromen kunnen zijn. Maar voor een aantal mensen in die tijd, de eerste cases, heeft het waarschijnlijk zodanig traumatische ervaringen gehad. Dat mensen zeer waarschijnlijk tot nu toe sufferen. Dat ze, oké, het Nederlands woord ervoor. Maar dat ze lijden aan het feit dat men bijna militaristisch de mensen proberen op te pakken, weg te zetten. Natuurlijk om die samenleving hoegenaamd te beschermen. Ja. Goede bedoelingen. Maar het heeft wat pijnlijke gevolgen gehad. Ik had me voorgenomen dat als ik bijvoorbeeld positief was getest en ze kwamen me halen, ik moet je op een scoop toe logo chibri. Nee, ik vond dat net zo sensationeel, hè. Ben je een kolonne voor 1 persoon, maar scout. Kijk, we moeten het ook in de tijd plaatsen, hè. Ja, ja. Op dat moment was iedereen bang. Niemand wilde COVID krijgen. Nee, tot nu toe wil niemand COVID krijgen, natuurlijk. Maar we hadden ook heel weinig informatie over wat is COVID nu. We kennen het alleen maar van de beelden vanuit China, waarbij je mensen in de straten ziet lopen en dan plotseling dood neervallen. Achteraf blijkt dat er wel degelijk een aantal van dit soort dingen kunnen gebeuren als je COVID hebt, vanwege de longaandoening die er is en obstructies die kunnen ontstaan in de longen. Dat als er plotseling de aanvoer van bloed, van zuurstof afgesneden wordt, dat je werkelijk dood kan neervallen. Maar gelukkig is het dus uiteindelijk toch niet zo
dramatisch geweest en zeker niet voor onze Suriname. Oké, laatste vraag hierover. En dan heb ik het over het personeel die op dat moment hoort, ja, die mevrouw is positief. Hoe was die reactie van die mensen? Dat weet ik niet. Ik zat er dus niet bij, dus ik weet niet hoe zij gereageerd hebben. Je ziet het in de hele wereld. Je hebt altijd mensen, warriors mag je ze noemen, die opstaan en op dat moment zich geroepen voelen om het belang van zo'n patiënt te helpen, van zo'n individu te helpen bevorderen en te beschermen. En dat heb je dus ook met verpleegkundigen die hebben gezegd van, weet je wat, nou, positief of niet positief, die vrouw heeft hulp nodig, of die mensen hebben hulp nodig. En ik moet zeggen, en daarin hebben er ook mensen gezeten die later niet eens gevaccineerd wilden worden, maar zeiden van, nou, ik ga helpen. Mm-hmm. En dat is, ja, het is ongekend hoe mensen, het goede van de mens komt echt naar voren. Voren. Maar ook het feit dat mensen heel bang worden en niet willen gaan helpen en die rennen weg. Okay. Maar je hebt mensen die zich juist geroepen voelen in die situatie om hulp te bieden. Mm-hmm. Bisschop, wat is uw ervaring geweest met COVID de afgelopen 2 jaren? Ja, het is een hele rollercoaster geweest. Ik kan me goed heugen toen het eerste geval bekend was in Suriname. Toen was er bijna een paniek situatie in het land. Hè? Omdat dus iedereen had natuurlijk heel stilzwijgend gehoopt dat het Suriname nooit zou binnenkomen. Maar dat was natuurlijk een beetje een valse hoop. Omdat we zagen de verspreidingen in Europa, in Amerika. Dus en ook in Brazilië, vlak hier bij de, aan onze grens, Zuidgrens en Frans-Guyana. Dus uiteindelijk zou het sowieso naar Suriname komen. Maar één ding wil ik wel duidelijk zeggen. En dat is vanaf het begin heb ik dus wel een bepaalde aanpak gezien die ik persoonlijk niet goed vond. En die aanpak ga ik gewoon openlijk hier zeggen. En dat was een aanpak van juist vrees aanjagen bij de bevolking van Suriname. En die aanpak heb ik vanaf het prille begin afgekeurd en ook ertegen gesproken. Dat heeft ook natuurlijk gezorgd dat een aantal mensen tegen mij begonnen op te staan. Maar ik vind, omdat ik vanuit het evangelie weet ik dat de vijand, de duivel, de tegenstander van God en mensen, altijd kracht vindt in vrees. Zodra iemand vrees heeft voor hem of voor iets dat hij doet, dan heeft hij een power die hij dan krijgt van die mensen die vrezen voor hem. En omdat ik dat weet van het evangelie, vanuit het geestelijke, begon ik dus te zien vanaf het prille begin dat men heel veel op de tv kwam men, allerlei programma's werden toen gecreëerd of werden samengesteld, waarbij dus mensen, kan je zeggen, gewoon vrees werd aangejaagd. Het was een virus, of het is een virus, dat waarschijnlijk ook heel gevaarlijk is. Dat stel ik niet onder stoelen of banken. Maar het is niet het eerste virus dat zo gevaarlijk is. We hebben dit soort dingen al meegemaakt en we hebben gezien dat ze zijn gekomen en ze zijn gegaan. Dus ik vond de manier van vrees aanjagen bij de bevolking van Suriname vond ik geen goede aanpak. Dat is vanaf het prille begin. En door de jaren heen, door de afgelopen 2 jaren heen, heb ik dus wel deze tendens gezien dat regelmatig weer herhaald is geworden. Vanaf het prille begin. En er zijn ook programma's geweest waarbij specialisten kwamen van het managementteam. Die kwamen op de televisie in persconferenties en begonnen te zeggen van ja, de zaak, er is weer een vreselijke variant aan de gang. En wij gaan extra lijkzakken moeten bestellen en extra vriezers om dode mensen in te zetten en lijken. Dat soort dingen moet je niet doen, want zodra je vrees aanjaagt bij het volk van Suriname, dan gaan de mensen die in vrees leven, en ik ga zo direct een voorbeeld geven wat ik bedoel, dan gaan de mensen die in vrees leven daadwerkelijk door die toestanden gaan en daadwerkelijk die dingen meemaken.
De Bijbel zegt een mooi, geeft een mooie tekst aan ons uit Spreuken. En de Bijbel zegt daar, waarvoor u vreest, dat overvalt u. Nog een keer, waarvoor u vreest, dat juist overvalt u. En dat is precies wat de manier van aanpak is geweest die ik vanaf het begin heb afgekeurd. En dat is om vrees aan te jagen bij het volk. Verder natuurlijk kan ik nog zoveel meer zeggen over dat beleid waar ik met vele dingen niet eens ben geweest. Maar ik denk dat misschien dat later in het programma naar voren dus komt. Ik ben ook dus daarover gevallen. Maar ik denk dus dat die vrees is aangejaagd vanwege die beelden die we in het begin zagen van Spanje en Italië. Van die tehuizen, van die lijken en alle soort dingen. Want dat zijn de eerste beelden die ik gezien heb van al die dingen. En ik heb vaker gezegd van dat, ik weet nog dus dat kolonel Ferreira die opmerking van wat deed hij? Wat deed hij? Precies, dat bedoel ik. Ja, en ik heb vaak genoeg erop gewezen dus dat minister Ramadien, tijdens de oorlog moet je volk de moed inspreken. Ja. Toch, van we komen er doorheen, we gaan het probleem oplossen. En niet steeds maar mensen bang maken, want ik ken gevallen van mensen die zelf bang waren om het huis uit te gaan. Ja, ja. Die waren depressief geworden. En dat is dus niet goed om dat te doen. Omdat je de spreken aangehaald, no? Ja, klopt. Maar ik weet, tijdens de Milo heb ik een boek gelezen, De Schone Slapers. Mm-hmm. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Ze waren dus, het was het begin van de 60 jaren. En die man en die vrouw waren bang om het huis uit te gaan. Vanwege de Tweede Wereldoorlog die 15 jaar geleden geëindigd was. Dus ze gingen het huis niet uit. Maar om het lang verhaal kort te maken. Dus alleen hoogst nodige gevallen. En een dagje gaat die man winkelen en hij besluit in een park te lopen waar hij normaliter niet loopt, maar waar elke dag een heleboel mensen zijn. En hij trapt op een mijn van de Tweede Wereldoorlog. Dus waarvoor hij bang was, alsjeblieft, is hij gestorven. En ik wil het ook nooit meer vergeten. Dat boek is een wetmatigheid. De Schone Slapers. Ja. Ja, dokter Koolstron, u wilt nog iets zeggen? Ja, nee, dus ik wilde even ingaan op wat Pastor Meijer, bisschop moet ik zeggen. Vergeef me hoor, de titulatuur. Hoor. Aangaf over de angst die er in het begin is geweest. Ik zeg dit, het is eigenlijk, de waarheid is altijd ergens in het midden hoor. Wat je zegt klopt helemaal, daar kan ik niet, is absoluut niet tegen ingaan, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar ik probeer dus te analyseren, hè. Wat is er nou precies gebeurd? Die beelden waren daar, ja, dat klopt. Maar hier in Suriname, ik zag mensen om me heen. Die vrees was er niet alleen maar omdat die overheid aangaf van ja, anders ga ik jullie oppakken en zo. Maar mensen waren genuine bang. En ik vind waar het mijn kritiek op zeker de beginfase van de epidemie. Ik vind dat er communicatieve problemen waren. Communicatie met die gemeenschap. Ik heb toen ook opgeroepen, kijk naar je leiders. Mensen in de kerk, zo'n voorganger, zo'n bisschop, die heeft volgelingen. Face it, of je het nou leuk vindt of niet. Toch? Als je een boodschap wilt brengen, ga en communiceer met de mensen. Praat met elkaar, en je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dan kan je komen tot een stukje common ground. En dat, er werd gewoon te centralistisch, vanuit een soort, ja, een soort, bijna een soort opper unit, waar jullie moeten naar niemand anders luisteren. En vaak hadden ze het ook mis. En wie gaat je dan, als je eenmaal iets gezegd hebt en achteraf moet je eigenlijk toch gaan corrigeren, dan wordt het moeilijk. En de kritieken die ik meer zou hebben is, uit deze pandemie zouden we moeten leren dat we elkaar moeten aankijken en beter met elkaar moeten communiceren. Elkaar respecteren. Ga naar buurten. Toch? Zelfs een buurt heeft waarschijnlijk een of andere structuur waar er mensen zijn die daar leidinggevende zijn, invloedrijk, invloed
rijke mensen in een bepaalde groep. Als je naar de Indiaanse gemeenschap gaat. Oh, als ik daar kom en ik ga die Indiaan plotseling vertellen van ja, je moet dit doen en dat doen, gaat hij me aankijken. Maar als ik nou kies het opperhoofd wat daar is en we communiceren met elkaar en dan moet ik ook de tijd nemen om te communiceren. Ik begrijp wel dat in een pandemie, als een huis afbrandt, dat je niet de hele dag de tijd hebt om met mensen te gaan discussiëren. Maar ondanks dat moet je die energie erin stoppen om met elkaar te blijven communiceren. En dat is voor mij het grootste euvel geweest in Suriname. Ik kijk niet eens naar wat er in de wereld gebeurt hoor, want dat interesseert me wel. Maar ik hou van mijn mede-Surinamers. En vandaar dat ik zeg van, ik heb gemist dat pijnlijke, dat communicatie, weet je, en het beschuldigen van elkaar, toch? Ik heb een aantal keren bisschop mij horen praten en ik denk, hé, maar hier ben ik het niet met hem eens, man. Ik mis jou, man, en ik heb ook een paar keren de boodschap gestuurd, maar waarschijnlijk in onze communicatie heeft hij die boodschap niet ontvangen. Maar ik heb dus ook in een forum van christelijke leiders, mensen ook van de volle evangelie met, pastor Chin Kong Kim, weet je, hadden we een setting. Ik merkte eigenlijk het feit dat we niet tolerant meer waren. En mensen moesten dan gedwongen een bepaald standpunt innemen van dingen waar er zoveel variabelen waren die we met z'n allen niet wisten hoe dat zou uitpakken. Ik hoop dat we eruit geleerd hebben. Ik ben bang dat we niets geleerd hebben hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben eigenlijk ook bang dat we niks geleerd hebben. Ik kan me herinneren, misschien bent u het vergeten, zo'n 22 maanden geleden was hij ook in mijn programma. En toen is ook geadviseerd om naar die leiders van bijvoorbeeld die ghetto's te gaan. Om te kijken wie van de straat, van de omgeving, heeft een bepaalde leiderschap van de buurt. Om dan met die mensen te praten om de boodschap over te dragen. Dat had hij toen ook aangegeven. Maar er is niet geluisterd. Want ik wil wel best geloven dat wanneer dat gebeurd was, zou die angst ook stukken minder zijn geweest. Ik denk dat we elkaar beter zouden hebben verstaan. Ik heb het Ivoren Toren genoemd hoor, dat ze dus in de Ivoren Toren zijn. En van daaruit een opdracht te geven. En doe het! En dan ga je weer zo zien wat er gaat gebeuren en alles soort zaken. Heeft hij er iets wat aan toe te voegen? Wat aangehaald is. En omdat dokter Koenzon die opmerking maakte over leiderschap. En wil ik ook weten van, is dat ook u opgevallen dat leiderschap ontbrak om een zaakje goed te leiden wat COVID betreft? Dat is duidelijk, ja. Vanaf het begin en daarna vooral, toen dus die nieuwe regering overnam. Dat was echt zoals dokter Codenitron heeft gezegd, vanuit een machtspositie opdracht te geven. En dat werkt helemaal niet mee aan begrip van het volk voor de situatie. Dat gaat alleen maar weerstand opwekken. En dat hebben we ook gezien in de praktijk. Mensen werden opgepakt vanwege overtreden van lockdown en allerlei toestanden. In het begin werden mensen met grote kolonnes gebracht. Loeiende sirenes. Heel wat veiligheidsmannen. Dus dat heeft, net als wat dokter Codenitron heeft gezegd, een trauma achtergelaten bij vele mensen. En in de plaats daarvan zouden ze eigenlijk moeten communiceren met het volk op hun level, om het zo te zeggen. En dat is dus leiderschap en beter gezegd dienend leiderschap. Maar jammer genoeg, dienend leiderschap ontbreekt een beetje in Suriname. En ik denk dat dat een groot probleem is geweest in de afgelopen 2 jaren. Tot de dag van vandaag is dat een beetje zoek. Dus in het begin hebben we ook geluiden gehoord dat men met
geestelijke leiders zou praten met verschillende leiders van andere groeperingen en organisaties en instituten. Maar tot de dag van vandaag, we hebben dus nooit die gesprekken gehad. Ik kan me goed heugen toen wij een petitie indienden, mevrouw Jennifer van Dijk Silos en onze groep. Ja. Toen hebben wij ook gevraagd om een gesprek met de regering. Ja. En tot de dag van vandaag wachten we nog steeds op dat gesprek. Dus het is een beetje een, ja, hoe moet ik het heel simpel zeggen? Het is een arrogante houding. Ja. Ik wil vanuit wat... een ivoren toren, zoals u dat zo net heeft gezegd. Dus, en dan ga je dit soort zaken hebben en krijgen. Ja, ik wil het aanvullen, want na die petitie is de minister gekomen en heeft eigenlijk uitspraken gedaan dat we antivaxxers zijn en dat we liever op een eilandje kunnen gaan. Juist. Toch, wat je eigenlijk juist niet zou moeten doen. En daarna wil hij praten. En u weet hier nog ook dat jullie waren de bad boys. Klopt. Wat, we zouden hij gewoon voor het gerechtsleven. Voor het leven opsluiten. Ah, ja. Met die uitzonderingswet. Ja. Maar een medische vraag. Wat is er eigenlijk aan de hand bij wanneer je besmet bent? Wat gebeurt er met de persoon? Verandert de persoons lichaam? Wat is er aan de hand? Laat me dit zo beantwoorden. Virussen bestaan miljoenen jaren. En virussen zijn dingen die niet op zichzelf kunnen leven. Ze hebben niet de mogelijkheid, ze hebben geen erfelijk materiaal dat ze eigenhandig in staat stelt om in leven te blijven. Ze hebben dus wel een stukje RNA, noemen we DNA, dus een genetische code. Maar om te overleven hebben ze een andere gastheer nodig. En soms is het de mens, maar het kan ook zijn een dier, het kan zijn een plant. Een heleboel wat we weten kennen we vanuit studies vanuit planten. Omdat je daar makkelijk mee kan experimenteren. Je kunt 10 planten afoogsten en dan besmetten met virussen. Of terwijl ze daar in het veld staan. En dan kun je dus zo zijn een heleboel experimenten bekeken. Ook ik heb dat in mijn studententijd in Leiden toen gedaan aan het oudste virus. Het oudste systeem wat bekend was, dat was het tabaksmozaïekvirus. We hebben dus ook experimenten gedaan in laboratoria. Wanneer je naar mensen gaat, is het een beetje moeilijker. Maar wat er gebeurt als zo'n virus dus naar binnen komt, dan gaat hij proberen om ons lichaam te gebruiken om zich verder te vermenigvuldigen. In principe willen ze in symbiose zijn, maar dat lukt niet altijd. Want je hebt virussen in ons lichaam, waarvan mensen niet eens weten dat ze er zijn. En vanaf je geboren wordt tot je sterven zitten ze erin. Sommige bacteriën in je darmflora. Dus in je darmen, daar zitten er bepaalde micro-organismen die in evenwicht, want die moeten het voedsel wat daar is, moet op de ene of andere worden afgebroken. Toch? Dus je hebt goede micro-organismen. Dus virussen, die doen precies hetzelfde. Nu is het zo dat dus bij dit soort virussen, griepachtige virussen, dat ze hun route waarin ze in de mens komen, dat gaat via de luchtwegen. Want als mensen even goed nadenken, heb je bijvoorbeeld ook het HIV-virus. Dat komt niet via de lucht naar binnen. Toch? Maar het is ook een virus, het HIV-virus. Dat krijg je door seks, door bloed-bloedcontact. Dus iedereen weet van, als ik omgang heb met iemand en ik gebruik geen condoom en het is zonder een of ander en de persoon is besmet, dan kun je dus op die manier besmet raken. Bij virussen die via de luchtwegen gaan, dan grijpen ze in op het mechanisme, onze cellen die een soort inner lining hebben van onze neusorganen. En daar gaan ze zich vermenigvuldigen, verspreiden zich door het hele lichaam. Het is een soort kopieermachine eigenlijk wat ze zoeken. Ze gebruiken ons lichaam als kopieermachine. En voor de mensen die het niet weten, één virus kan zich zeker minstens 1 miljard maal vermenigvuldigen.
Dus je moet je voorstellen dat één mens zich 1 miljard maal zou kunnen vermenigvuldigen. Nou, dat is wat een virus doet als het in je komt. En je wordt niet besmet door 1 virus. Het zijn tienduizenden, honderdduizenden virussen als je dus aangehoest wordt. En dat gaat dus naar de verschillende organen gaan. Die beestjes hebben energie nodig. Dus daardoor kunnen ze ons ook het lichaam verzwakken. Je ziet dat de koorts die ontstaat is omdat er ontstekingsmechanismen ontstaan. En als je eenmaal een beetje een minder goede afweer hebt. En dat zie je dus ook vaak bij ouderen. Ouderen zijn... We gaan met z'n allen gewoon een keertje ooit dood. Ik ken nog niemand die... op dit moment 1000 jaar geworden is, zelfs 100 jaar bereiken is heel moeilijk. Maar het aftakelingsproces bij ouderen is wat groter. En dus de impact dat mensen die een virusinfectie krijgen, is daarom veel groter bij mensen die een hogere leeftijd hebben. Nou, dus dat is het. Het neemt jouw cellen, je celmechanisme over. En we hebben een van God ingesteld afweersysteem. Toch? En die is niet nu, toch, met vaccinatie en zo gegeven. Al vanaf hij de mens gecreëerd heeft, heeft hij de mens zodanig gemaakt dat hij zei, ik zal jou weerbaar maken. Dus waarschijnlijk wist onze schepper ook al dat we in een omgeving zouden moeten opereren, waarbij dat er een balans zou moeten zijn. En daarom is het immuunsysteem, het is niet dat iets wat je kan gaan kopen, je wordt ermee geboren. En dat is perfect in staat om je eerste verdediging te geven. En eigenlijk je finale verdediging ook. Maar soms faalt het, toch? En om een heleboel redenen. En dan gaan mensen dood. Dus voor mij is doodgaan geen kunst. Het hoort bij het leven. Ik moet zeggen, ik sta altijd versteld van hoe onze schepper, dat toen hij begon met de creatie, dat hij in zijn hoofd had dat we een immuunsysteem zouden moeten hebben. Toch? Als ik hem ooit zou kunnen spreken, face-to-face, toch? Dan zou ik als wetenschapper vragen, hoe legt u mij uit hoe u dat zo vanaf den beginnen heeft bedacht. En het is er. Toch? Het is niet door mensen gecreëerd. Het doet zijn werk goed in een heleboel gevallen. Maar het valt in een aantal gevallen. Heeft u misschien een aanvulling hierbij? Want die smile zo. Ik ga hierover natuurlijk de hele middag en de avond praten. Maar dat is precies wat ik ook... En daar kom ik weer op plan van aanpakken. Ja, ja. Ik vind, en ik vond toen, en nog steeds vind ik, dat dat accent vanaf het begin zou moeten worden gelegd op dit immuunsysteem, God-given immuunsysteem. Omdat God ons lichaam heeft geschapen op een manier waarbij ons lichaam zelf deze binnendringers, om het zo te zeggen, indringers, kan fighten. En dit is iets wat ik bijvoorbeeld aan mijn gemeenteleden in de kerk, heb ik dit vanaf het begin uitgelegd. Ik heb ze gewezen op geloof in onze God Almachtig, die in staat is en die weet hoe hij ons heeft geschapen om deze ongewenste indringers te fighten, om ze buiten ons lichaam te houden. Dus waaraan de mensen moesten werken is aan hun immuunsysteem opbouwen. En dat kan je op verschillende manieren doen. En ik denk dat u, meneer Stuttgart, ook vanaf het begin hierop hebt gewezen. Men wilde niet naar u luisteren. En vele mensen wilden ook niet naar mij luisteren. Maar uiteindelijk is het bewezen, en ik leg het accent op dat woord bewezen, dat wanneer je daaraan werkt, en ik ben daarvan een getuigenis, dat ik in de afgelopen 2 jaren nooit COVID-19 heb opgelopen. Of misschien heb ik het opgelopen. Nee, dus ik... Maar ja, dit wordt wel een interessante discussie. Misschien heb ik het opgelopen, maar niet dat het iets tegen mij heeft gedaan, om het zo te zeggen. Mijn immuunsysteem heeft het bevochten. Mijn God-given immuunsysteem. En daarom vind ik dat vanaf het begin men op meerdere sporen zou moeten zitten. Op een spoor van
eventueel vaccinatie met een goed vaccin. Niet eentje die in experimentele fase is, maar oké, dat is weer een andere discussie. Mm-hmm. Maar het kan met een vaccin, maar ik denk dat via de natural way, de God-given way, de beste manier is om elke bacterie en elk virus te fighten, om het uit je lichaam te stoten als het al daar binnen is gekomen, of buiten je lichaam te houden. En dat is iets wat ik altijd heb geleerd aan de mensen in de gemeente. En we mogen zeggen, door genade van God, dat de meeste mensen kerngezond zijn gebleven in deze afgelopen 2 jaren. Dus nogmaals, ook de manier hoe ik heb gezien hoe de mensen van de overheid bepaalde medicijnen die hebben gebleken te helpen in het buitenland, in Amerika bijvoorbeeld, hoe ze het categorisch buiten de mogelijkheden hebben gehouden, terwijl bewijzen daar waren. Ik ken een Afrikaanse arts in Amerika die met een hydroxychloroquine 5.000 tot 6.000 mensen heeft geholpen om vrij te komen van dit virus. En zo zijn er nog zoveel andere voorbeelden. Ivermectine enzovoorts. Jouw immuunsysteem opbouwen met vitamine D en zink en noem maar op. Dus ik vind dat wij niet moesten zitten vanaf het begin op één spoor maar op meerdere sporen. Want ik ken bijvoorbeeld voorbeelden van mensen, ik zal niet zeggen welk ziekenhuis, anders gaan misschien bepaalde mensen bepaalde onderzoeken gaan doen, maar ik ken bepaalde mensen die stilletjes bij mensen die eigenlijk al opgegeven waren met COVID-19 door artsen en specialisten in dat bepaald ziekenhuis, dat iemand die daar werkt in het ziekenhuis stilletjes ivermectine aan de persoon heeft gegeven. Diezelfde middag was de persoon compleet genezen, zat op het balkon, compleet genezen en gezond. Tot de dag van vandaag, compleet genezen. Dus ik zeg dan, als jij bewust en categorisch, omdat je gewoon blindelings de regels van de WHO wil volgen, die een andere agenda ook hebben, daar ben ik 100% van overtuigd, omdat ik kijk naar de sponsors van de WHO enzovoort, Bill Gates, Melinda Gates Foundation enzovoort enzovoort. Dus ik heb veel research gedaan over dit onderwerp en ik ben ervan overtuigd dat als wij vanaf het begin op meerdere sporen hadden gezeten, ook die natural way om je immuniteit op te bouwen, dat er geen 1300 zoveel doden zouden zijn geweest, COVID-doden. By the way, ik ben ook niet van overtuigd dat er werkelijk 1300 zoveel COVID-doden waren. Want ik weet toevallig van 1 geval van iemand die door een slang gebeten was. En die persoon is opgezet als COVID-dode. Maar oké, dat heeft weer een andere zaak, die 8000 euro die men krijgt van de WHO voor elke COVID-dode. Dus ik wil niet te ver in ja, detail gaan. 1300, maar 8000. Oké, dus er zijn bepaalde zaken die spelen. En dat vind ik jammer, want ik vind dat een vervelende toestand naar de bevolking van Suriname toe. En ik hou van mijn volk. En daarom dat ik vanaf het begin heb gesproken tegen bepaalde zaken en tegen de plan van aanpak. Ja, ja. Dus, maar ik kan nog natuurlijk zoveel hierover vertellen, maar ik zal het hierbij laten. Ja, ik wil ook even aanvullen, want ik heb wel COVID gehad, maar ik ben niet gaan prikken. Maar hoe weet ik het? Ja. Omdat ik eerst ziek ben geworden en daarna heb ik mijn zoon ziek gemaakt. Want hij is na mij ziek geworden en ik heb hem dus naar biologie gebracht om te testen. En hij was positief. Mm-hmm. En diezelfde verschijnselen als ik had hij. Maar mijn go voor prikken, omdat ik was namelijk de mening toegedaan als daar bekend is, meneer Stuttgart is positief. Dat zou ik met 10, een kolonne van 10 auto's op me zien. En net als wat bisschop zei,
Wat hebben wij gedaan? We hebben veel vruchten, groenten gegeten. En wat was een van de verschijnselen was een barstende hoofdpijn. En het leek alsof ik achter mijn oren iemand een mes aan het steken was steeds. Elke dag controleerde ik mijn smaak met een zout, suiker, zuur. Maar dat was er. Maar daarna ging ik dus die gasfornuis aanmaken om te kijken als ik kan ruiken. En ik hoorde het gas wel ontsnappen, maar ik rook het niet. En wat deden we om die spanning in de hoofd te zachter te maken? Hadden we dus een stoombad in die zin van een emmer, heet water zetten, een deken erop, dat baddoek erop. En dan zet je hoofd erin, deken is dicht. En je probeert in te ademen en dan haal je hoofd weer weg. Toch? En het werd eigenlijk een spelletje tussen mijn zoon en ik. Van om en om, om en om. En dan ging die spanning, nam die spanning af. En een week lang heeft dat zo geduurd. Het was rond tussen 3 en 12 oktober. En daarna was het afgelopen. Wat ik wel als een bijverschijnsel, een constateerde bijwerking achteraf, is dat ik de eerste 2 weken daarna een aitjuruk badas ribekir mif gosribi. Terwijl ik ben iemand van 12 uur. Toch? Maar later is het afgenomen. Maar ik heb, laten we zeggen, de natuurlijke weg gevolgd. Veel zuur, groente. En eigenlijk ook positief denken. Een positieve kijk hebben op zaken. Ja. Je zou wat aanvullingen doen? Ja, ik hoor dat zo. Dus ik probeer eigenlijk een beetje uit te vinden. En me af te vragen wat je hiermee wil zeggen. Natuurlijk zijn er een heleboel. En dit zijn allemaal ook de zaken die de bisschop aangeeft. Hè, van oké, ik ken iemand die door een slang gebeten is. En het kan zijn, COVID is soms gewoon een toevallige finding. Hè. Mm-hmm. En dan wordt die, ik ben het met hem eens, onterecht gelabeld als zodanig. Want wat het beleid was, dat iedereen die komt te overlijden, die wordt daarop onderzocht. Maar er zijn een heleboel mensen die het hebben en niet eens weten dat ze het hebben. En het kan zijn dat je toevallig hebt dat het een slangenbeet is en die persoon die had 6 dagen geleden ook toevallig COVID. But that's an incident. Het is niet, ik denk niet dat het beleid is geweest om alles als zodanig te gaan bestempelen. Zo zijn er ook mensen overleden waarvan we zeker ook nooit een diagnose hebben achterhaald. Ze zijn overleden en mensen hebben het zelf gezegd van het is een natuurlijke dood, terwijl het wel degelijk kan zijn geweest dat het COVID is geweest. Wat voor mij belangrijk is, is dat ook weer de waarheid ligt altijd ergens in het midden. Dat we natuurlijk, ik begin ook met het, je hoeft niets aan het immuunsysteem te doen, want je hebt het gekregen van God. Dus dat mensen zeggen van ja, je moet het onderhouden. Ja. Boosteren en noem maar op. Eet normaal, toch, je hoeft geen extra dingen te gaan doen. Je moet, net zoals ik met mijn overgewicht, ik werk zelf eraan dat ik in een soort catastrofale situatie kom. Toch? Maar je had mensen, je had eigenlijk de gyms, wat mij betreft ook sinds het begin moeten opengooien. Mensen moeten bewegen. Je had misschien aan je arbeiders aan het werk moeten zeggen van ik ga jullie 1 uur eerder naar huis sturen, maar wel onder voorwaarde dat jullie gaan werken aan een goede conditie. Ja. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Men heeft gekozen voor vaak de weg van de minste weerstand. En dat is vaak ook wanneer men angst probeert in te boezemen. Weet je, zo, dan hoop je dat mensen maar in een hoekje gaan zitten en verder niets doen. Maar ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn. Omdat als mensen naar je luisteren, toch? Of naar ons luisteren, denken ze: oh, weet je wat? Dus als ik dat doe, dan is het oké. Nou, sommige mensen zullen datgene doen wat je doet. Want jij bent ook weer anders dan de ander. Ik ben niet hetzelfde als Stuttgart. No? Sommige mensen hebben een aangeboren hypertensie afwijking. No? Daarom zit ook in sommige families dat er bloeddruk in sommige families is. Omdat ze aan hun gewicht moeten werken. Ze eten misschien in het hele gezin altijd verkeerd. Dus voedingsadviezen zou heel goed zijn geweest. Maar ik zou in een kritieke situatie, als ik tegen zou komen bijvoorbeeld vriendin die 150 kilo weegt, hoge bloeddruk heeft, dan zou ik zeggen, jongen, het heeft geen zin of je nou vitamines D of noem maar op gaat gebruiken. Je gaat
Nou, nee, je gaat dus datgene wat die medische wetenschap misschien als tool heeft, ga je waarschijnlijk erbij moeten gebruiken. Zo? Ik ben ook geen voorstander geweest van bijvoorbeeld vaccinatie van kinderen. Die redden het. Toch volgens mij, ik weet niet of er... Als er één kind is overleden, had het kind waarschijnlijk andere klachten. Ja. Hele ernstige klachten. Dus waarom ga je die kinderen nou lastig vallen dat je op school begint met, ja, we gaan nu kinderen van 12 tot 16 vaccineren. Ben ik geen voorstander van. Maar ik vind dat we wel moeten kijken, zijn er mensen, ook in je gemeente? Ik wil een gemeentelid en kom. En die man is 200 kilo. En die man heeft last van hoge bloeddruk. En je weet dat die man suikerziekte heeft. We weten ook dat je kan bidden. En misschien ga ik verschillen van mening met pastor, bisschop Meijer. Ook dan geloof ik niet dat gebed alleen ojippie, vikoma, suikerziekte. En vandaar dat ik zeg van, kijk naar binnen je gemeente, zal die boodschap waarschijnlijk, en binnen die samenleving, het zal geen uniforme boodschap kunnen zijn. Het is een boodschap op maat. Het is hulp op maat. Die ivermectine gaat misschien voor sommige mensen wel helpen, maar bij sommige mensen niet. Want daar hebben we ook geen voldoende onderzoek aan kunnen doen. Hetzelfde verhaal van de vaccinatie. Dan heeft iemand wel 10.000 mensen onderzocht. Maar hoe zijn die mensen geselecteerd? Waren het alleen maar misschien een aantal zwervers? En dan onderschatten we het, want die hebben soms vaak een heel veel beter onderhouden systeem. Want ze zijn gewend om met allerlei pathogenen geconfronteerd te worden. Gado en beschermde en daarop. Ze eten uit die vuilnisbakken en zijn sterker dan jou. Ja. Zo? En jij gaat één keer uit die vuilnisbak eten en je eindigt met een hele grote scheiteritis. Diarree. Dus we zijn allemaal verschillend. En dat is de interactie die ik in ieder geval wel zocht als het ging om, want ik ben zelf ook christen. Dat ik mensen zou zeggen van, hey, you're right. Ik geloof ook dat gebed helpt. Een positieve levenshouding helpt. Maar ik ken ook het systeem waarin we functioneren. Ik ga u zeggen, ik weet niet hoe groot uw luisterdichte hier is, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Maar een aantal mensen zijn ook overleden. Niet omwille, ze hebben COVID gehad, maar ze zijn niet doodgegaan door het virus. Maar ze zijn doodgegaan door het falen van mensen zoals ik, die medische groep. We waren niet in staat om 24 hours intensieve zorg te verlenen. We waren moe. Toch? Dus die man had gewoon, of vrouw had in leven kunnen blijven. En ik heb het meegemaakt. Een vrouw van 88 jaar. Was ook opgegeven. De familie had de boodschap gehad, kom je moeder halen, want dit is een aflopende zaak. En de familie heeft gezegd, niet nu. En ze hebben met gebed, maar ook met zorg. Ze hebben wel gezorgd dat die vrouw zuurstof heeft gehad. Toch? Ze hebben eenmaal 24 uur, net als hoe je een soort nachtwaken houdt, toch? Hebben ze round the clock, hey, zus, jij gaat nu 3 uur bij mama zitten. Mama wordt gekeerd en ze hadden een zus die intensive care verpleegkundige was in het AMC. Dus die kwam met die kennis hier. En wat ze heeft ontdekt, is dat de kwaliteit van onze intensieve zorg niet altijd top is. En laten we wel wezen, we wonen in Suriname. We hebben niet de mogelijkheid met al die geweldige instrumenten die ze in Nederland hebben. En ook wij als mensen, we zijn maar een beetje beperkt in wat we kunnen. Oh, en we proberen het heel goed te doen, maar mensen zijn ook overleden. Ja. Het aantal had waarschijnlijk 20% lager kunnen zijn in Suriname, als we voldoende liefdevolle handen hadden, maar bewapend met voldoende kennis. Want het is ook belangrijk dat je niet de verkeerde dingen gaat doen en niet weet van... Dus die ivermectine is één, maar ook het keren. Dat je mensen, hoe vaak is aan mensen uitgelegd wat je moet doen als je het thuis hebt? Van, if je abeng, je maakt een long foto, dan moet je niet op je linkerzij zitten. Of je moet je regelmatig, dat als je geliefde daar ligt, dat je s'avonds zegt van, hey, we gaan pa of ma of broer of zus even keren. Zodat ze om de zoveel uren beter kunnen ademen. En mensen hebben het daardoor ook gered. Kost geen geld.
toch? Je hoeft geen US dollars. Het kost liefde. Want ja, dat is wat je dan doet. De aandacht is even oorlog van Kandera, dan zijn we in staat om dit soort dingen te doen. En daarom heb ik ook altijd gezegd, dat was voor mij de basisboodschap, de basismedicijn voor COVID. Ik haal ivermectine weg, haal hydroxychloroquine weg, toch? Haal die intensivist weg. Als die liefde er niet is, dan maakt het niet uit wat er is. Yo, dede. Je hebt me dat verhaal verteld over die mevrouw van 88 jaar. En de manier hoe haar kinderen gereageerd hebben. En dat een van de dochters die daar in Nederland is zelf speciaal gekomen naar Suriname. Ja. En om die moeder voor die moeder te zorgen. En voor die zuurstofbommen. Allemaal die dingen moesten allemaal geregeld worden. Ja. Dat verhaal is een heel ontroerend verhaal. En daar zie je bij wijze van spreken hoe belangrijk liefde is. Zuiver. We gaan eventjes naar een andere lied luisteren. En je had ook een opmerking gemaakt van dat COVID had ons gegrepen bij onze houding naar elkaar toe. Nou, zo'n opmerking had je gemaakt. Ik kreeg net een app van een fan van me, Ruth Koudadien. En ze maakt die opmerking. Waarschijnlijk naar aanleiding van wat dokter Koudadien heeft gezegd. Ze hadden familie meer moeten betrekken bij de verzorging. Met PPE-kleding aan en aanwijzingen, want het personeel kon het niet aan. Dan waren er zeker minder dode gevallen. Maar zo'n patiënt werd meteen geïsoleerd voor dagen. Dat is dus wat ze me snel heeft geappt. Ik had de bisschop gevraagd, omdat dokter Koudadien het aanhaalde omtrent liefde. Ja. Wat heeft u daarvan te zeggen? Nou kijk, de Bijbel zegt, God is liefde. En er zijn verschillende soorten liefde natuurlijk. Je hebt de filioliefde, je hebt de erosliefde, je hebt de nog een andere derde hoor. En dan heb je de vierde liefde en dat is de agape liefde. De agape liefde is de goddelijke liefde. Dat is een liefde die je geeft aan mensen onvoorwaardelijk. Het is onconditioneel. Het is een liefde die lief heeft, niet omdat, maar een liefde die lief heeft ondanks. Met andere woorden, hoe de persoon ook tegenover mij is, ik blijf je met een koppige liefde liefhebben. En dat is die goddelijke liefde. Dat is niet zomaar als mens is dat moeilijk op te brengen voor elkaar. Terwijl als wij die goddelijke liefde hebben, doordat wij in relatie zijn met God, die liefde is. De Bijbel zegt, God is liefde. Dus als we in goede relatie met God zijn, dan kunnen wij gebruik maken van die agape liefde van God. En dat tonen aan elkaar. En ik ben het helemaal eens met dokter Codington. Die zegt van, als er een beetje meer liefde naar elkaar toe werd getoond. En de gelegenheden werd geboden. Dat wij naar onze familieleden en onze kennissen meer liefde konden tonen, de mensen die besmet waren dus met het virus, dan geloof ik 100% zeker dat wij niet zoveel doden zouden hebben. Omdat simpelweg het tonen van liefde, die agape liefde, die onvoorwaardelijke liefde van God, door dat te tonen aan elkaar, daarom zegt de Bijbel ook, heb je naaste lief als jezelf. Als wij dat hadden gepraktiseerd, dan weet ik 100% zeker dat wij niet zoveel doden zouden hebben gehad. En dat vele mensen zouden zijn opgeknapt. Want de mensen waren in een zieletoestand daar in de ziekenhuizen. En in, op een gegeven moment ook bij KKF. Dat de mensen zo daar werden geplaatst en bijna kan je zeggen ze werden opgesloten in die situatie. En ze waren gewoon op zichzelf. Zij konden die liefde niet krijgen van hun geliefden, zoals we ze noemen, hun familieleden, hun vrienden, kennissen. En de medische zorg, en laten we eerlijk zijn, de medische zorg werd niet gegeven aan hun zoals dat gegeven zou moeten worden. Simpelweg vanwege het feit dat de artsen, de specialisten, de verpleegsters, de verplegers in de ziekenhuizen overbelast waren. Je had mensen die dus gewoon soms 16 uur, 20 uur constant moesten werken. En de mensen werden ook moe.
we praten over 2 jaren. Dus als de overheid, of tenminste dat beleid, zodanig was dat de mensen de gelegenheid kregen, hun familieleden, vrienden, kennissen, om die agape-liefde te tonen. Je hebt een gezegde dat zegt, liefde overwint alles. Als die liefde werd gegeven, die goddelijke agape-liefde, dan geloof ik 100% zeker dat er niet zoveel mensen dood hoefden te gaan. Dus het is een belangrijk aspect wat wij hebben gemist een beetje in Suriname. Dacht de koning hier wel aan te vullen? Absoluut niet. Dit is, denk ik, zo als ik dat ook aanvoel. Hoe gaan we ermee om? Ik hoop dat we dat tenminste kunnen meenemen naar de toekomst. Ja. Weet je, dus we hebben het gemerkt toch, en jullie zijn er ook slachtoffer van geworden, en omgekeerd ook, dat je bijna af en toe werd bejegend, als, ja. En dan had je nog niet eens COVID. En dan werd je bijna bejegend als een soort paria. Ja. En dat is, nee, dan komen we er niet. Animo's, dan los je dat probleem niet op. Ja. En het ironische weer is dat vaak de mensen die zich zo opstelden, vaak als eerste ook nog COVID kregen. Alsjeblieft. Dus, maar dat, laat me maar direct ook haasten om te zeggen van, COVID is niet, het is niet zo dat het maar voor een speciaal soort mensen is. Iedereen kan het krijgen. Maar COVID leert ons eigenlijk een les. En dat is die les die we moeten leren van, het heeft geen zin om te gaan fingerpointen. Die dit en nee, wat doen we samen? Wat betekenen we voor elkaar samen? Ja. Oh? En COVID heeft waarschijnlijk, het is, voor mij is COVID een asociaal wezen geweest. Het heeft ons aangepakt op het meest essentiële. We zijn mensen, we zijn sociale wezens. Yes. En kijk naar al die regels die werden gemaakt. Ja. 1,5 meter afstand. En weet u wat het mooie ervan is? Sommige mensen gaan zelfs ietsje verder. Nou, 2 meter afstand, misschien 3 meter. Hoe verder, hoe meer. Eigenlijk ook onwetenschappelijk, ongefundeerd. Want niemand heeft zich ooit afgevraagd, en zeker in Suriname weinig mensen, maar waarom 1,5 meter afstand? Ja, omdat mensen het zeggen. In Suriname, dus als je kijkt naar hoe men is gekomen tot die 1,5 meter afstand, heeft men het gedaan bij experimenten, bij een bepaalde vochtigheidsgraad en noem maar op. En in Suriname hebben we andere condities. En zeer waarschijnlijk was in Suriname 1 meter afstand al voldoende om niet besmet te raken. En misschien zelfs korter. Maar wat doen we? We nemen blindelings dingen, klakkeloos dingen over. Toch? En als je wat met elkaar gaat praten, dan blijkt, nou, 1 meter afstand, bon novo. Ruimtes, in het begin heeft men helemaal geen aandacht besteed aan bijvoorbeeld aerosolen. Het verhaal dat, dat je dus in goed geventileerde ruimtes moet zitten. Er werd eigenlijk alleen maar gehamerd op die kleding, handen wassen. Waar jij dus ook een kampioen in bent, meneer Stuttgart. Want men vergeet waarschijnlijk. En niet om jullie een complimentje te maken, maar het is je ding geweest. Het is je babytje geweest. En dat kwam goed van pas nu tijdens COVID natuurlijk. Het besef dat we wat ons handhygiëne betreft, dat we dat beter ter hand moesten nemen. Weet je, elkaar verwijten, dat voerde de boventoon. En mensen ook nog belachelijk maken. Dus dat is nog 1 graad erger, toch? Dan niet om elkaar geven, maar dat je dan omkeert en dan ook nog de persoon belachelijk maakt. Dat vond ik wel heel pijnlijk. Ja. Het tegengestelde van de liefde is liefdeloos bezig zijn. Ja. Dat is waar. Ik weet niet of het in Suriname het geval is geweest, maar in het buitenland is vaak genoeg gelezen dus dat mensen werden geweigerd om geopereerd te worden als ze niet gevaccineerd zijn. Is het voorgekomen dat, want ik lees in de kranten, media, dat in het buitenland heb je gevallen van dat iemand moet geopereerd worden en dan wordt dat geweigerd omdat de persoon niet gevaccineerd is. Wat is uw mening daarover?
Nou, ik vind sowieso dat natuurlijk niet zou kunnen. Als mensen medische hulp nodig hebben, dan moet je dat onder alle omstandigheden kunnen geven. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet op de hoogte ben hoor. Dat zou best kunnen zijn. Maar dan is het voor de individuele verantwoordelijkheid van de persoon die zou moeten opereren. Hopelijk was het niet een discipline waar één persoon alleen de discipline uitmaakt in Suriname. Maar ik denk dat er wel mensen zijn, net zoals er ook huisartsen zijn, die gewoon vanuit vrees mensen niet willen helpen. En ja, wat doe je? Als mensen bang zijn, dan houdt het bijna op. Dan kun je zeggen, ja, maar je moet je werk doen. Soms is het zelfs handiger om niet bij die mensen te gaan. Want als ze toch uiteindelijk hun beroep moeten uitvoeren of uitoefenen, dan weet je niet of het resultaat wel met de beste liefde kwaliteit. Nou, niet eens liefde. Maar vrees kan maken dat mensen hun werk niet goed gaan doen. Mm-hmm. Maar als het is op basis van een bepaalde... Ik heb mensen wel. Ik heb ook wel collega's in appgroepen dingen horen zeggen waarbij ik denk van nou, dit kan niet, man. Je kunt je niet zo opstellen. Een beetje bias. Maar soms vaak een stukje eigen belang. Toch? Men was bang om zelf besmet te raken. En nu hebben we een beetje de les geleerd. Want als ik moet ook mijn eigen verhaal vertellen in deze. Nou, ik ben wel volledig gevaccineerd geweest. En uiteindelijk heb ik 2 maanden nadat ik volledig was gevaccineerd, heb ik toch COVID gehad. Ondanks mijn vaccinatie. En dan lopen mensen, ja, maar zie je, gelukkig dat je gevaccineerd bent geweest. Want daarom heb je het mild gehad. Ook dat is wetenschappelijk, strikt wetenschappelijk gezien, niet een juiste conclusie die je mag trekken. Want misschien, al was ik niet gevaccineerd, had ik het misschien ook mild gehad. Dus gewoon die 1-op-1 redenering. Maar je ziet dat mensen redeneren naar wat voor hun goed uitkomt. En als je gewoon heel objectief naar zaken bekijkt, denk je van je hoopt dat sommige dingen werken. En dat heb ik ook gehoopt, dat mijn vaccinatie me ten dele ook beschermd heeft. Want ik heb hele milde klachten. Mijn enige klacht was dat ik niet, mijn reuk was gewoon weg. Maar we weten ook dat 80% van de mensen, dat was in het begin al bekend, dat ze ook al zouden ze COVID krijgen, geen klachten zouden hebben. Dus waarom ga je nu plotseling het vaccin dan gaan verheffen tot, ja, zie je wel, met vaccinatie. Vaccinatie voor mij, nogmaals, ik herhaal het, is iets goeds als je het toepast op de mensen die het grootste risico lopen om ons te verlaten. Om uit deze wereld, vroegtijdig uit deze wereld te stappen. En dat zou ik niet willen. Niet voor mijn, ik heb een moeder van 85 jaar. Ik denk, maar als ik iets zou kunnen doen om er wat langer hier te houden. Maar in the end, we know, zijn wij het die uiteindelijk bepalen wanneer onze tijd daar is. Ja. Je hoopt dat je kunt dingen doen. Weet je, verantwoord leven kan maken dat quality of life. Want dat is voor mij het belangrijkste. Dat je quality of life probeert te garanderen. Maar nogmaals, mensen weigeren die jouw hulp nodig hebben, dat is voor mij gewoon verschrikkelijk. Dat mag niet. Dat kan niet. Ja. Ik weet van een geval omdat een student van mij me geappt heeft of een mail gestuurd heeft dat haar huisarts geweigerd heeft om haar te behandelen omdat ze dus niet gevaccineerd was. En ze vroeg me dus om hulp. En toen heb ik dus, zonder de naam bij te zetten, op mijn Facebook geplaatst dat een student van me is geweigerd. En toen hebben 3 artsen gereageerd dat die student bij hun kan komen. En dat vond ik dus wel heel, heel, heel mooi. Hè? Ja, maar we moeten ook proberen niet... kijk, als een arts weigert, als 1 uit de 600 weigert, dan moeten we dat niet verheffen tot zie je wat er fout gaat. We moeten het bespreken. Als iets niet goed is, dan moeten we daarover praten. Maar wat we toch te vaak doen, vind ik, is dat we deze gevallen bekijken en dan doen alsof dat de algemene trend is die er heerst bij gezondheidswerkers, artsen die er zijn. En dat moeten we niet doen. Er zijn
Er zijn dieven in die samenleving, maar daarom ben ik nog steeds geen dief. Toch? Ja. Dus die dief moet opgepakt worden, die moet aangesproken worden, maar ik weiger om in mijn zijn die mensen de norm te laten zijn voor wat er gebeurt. Ja. Dus ik bijna wil ik ze niet eens bespreekbaar maken. Ik vind niet eens dat we de moeite moeten nemen om in grote settings deze mensen aan te spreken. Dus ik kan je helemaal volgen, maar het is bij wijze van spreken zo dus dat, laat zeggen, een slecht nieuws bereik je eerder. Travels fast. Ja, en je gaat bij wijze van spreken dus in de krant gaat worden staan geschreven van maar jongen klap oma op straat. Maar er gaat niet gestaan geschreven van jongen help oma de straat oversteken. Toch? Terwijl dat vaker gebeurt. Ja. Dus is dat. Maar we zijn zo zoetjes aan het einde gekomen van het programma. Ik wil dus beide heren vragen als ze misschien nog een advies of iets te zeggen hebben. Dan wil ik de bisschop vragen als hij dus kan afsluiten met een advies of zo. En daarna kreeg dokter Koert dan ook de gelegenheid om om af te sluiten. Ik wil hiermee afsluiten. God heeft ons geschapen met een heel goed immuunsysteem. En ik geloof nogmaals dat wanneer wij dat onderhouden, dat wij bespaard blijven van veel kwaad wat ons lichaam betreft. Om een voorbeeld te geven, om daarmee af te sluiten. Ik heb een tante van 106 jaar. En zij heeft nooit COVID gehad. Zij leidt aan niets. Ik heb met haar gesproken in de afgelopen 2 jaren zonder mondneuskap. Zonder mijn hand te sanitizen enzovoorts. Natuurlijk, de mensen van het tehuis mogen dat niet horen. Maar ik kan het gewoon zo zeggen. Ze leeft nog. Ze is kerngezond. Een beetje natuurlijk ouderdomsverschijnselen. Dat is normaal. Maar ik geloof, ik heb persoonlijk niet zoveel geloof in dat experimenteel spul dat zij nu noemen vaccin. Ik ben geen antivaxer, omdat ik dus wel het gele koortsvaccin heb genomen, omdat dat een echt vaccin is. Op biologische basis natuurlijk, maar geen van die mRNA-toestand moet in mijn lichaam komen. Simpelweg omdat men experimenteert en ik stel mijn lichaam niet ter beschikking om te experimenteren. Verder weet ik dat in ieder geval in Moderna en in Pfizer-BioNTech er grafenoxide in zit. En dat moet ik zeker niet in mijn lichaam krijgen. Dus dat is dus mijn opstelling en dat is mijn mening. En ik wens in dit democratische land gewoon vrij mijn mening te kunnen uiten. En dat ook andere mensen die anders denken daarover respect daarvoor hebben. That's it. En voor de rest wil ik beëindigen met it's all about love. Laten wij de agape liefde, de goddelijke liefde naar elkaar toe tonen. En dit land wordt sowieso beter. Ja, wat zeg je hierop? helemaal. Maar goed, vanuit mijn eigen statement. Niet ingaan op wat de bisschop natuurlijk zegt. Het maakt niet zoveel uit of ik het deels eens ben of deels niet eens ben. Als ik dus kijk naar de afgelopen 2 jaar. Dan is voor mij een van de meest trieste dingen. Het feit dat we onze jeugd onder andere de school hebben onthouden. Ontwikkeling. In dit leven krijg je geen enkele dag opnieuw. Om opnieuw te doen. Een dag niet geleefd betekent dat het is gone. Ik denk dat die grote God die weet wanneer de laatste dag van ons leven is. En als je 2 jaren lang hebt zitten nietsen, dan denk ik dat je nergens de kans krijgt om die 2 jaar opnieuw te doen. Ik vind het heel erg dat dit onze jongeren in Suriname is overkomen. Ik kom in sommige achterstandswijken en ik zie werkelijk dat sommige kinderen op hetzelfde niveau staan als 2 jaren terug. En dat vind ik crimineel.
Ik hoop dat we dan als samenleving, alhoewel ik zeg van het is bijna onmogelijk om die 2 jaren in te halen, dat we toch gaan proberen om quality of life voor onze jongeren, overal waar ze zijn, om toch te helpen dat ze niet getraumatiseerd toch, door het leven verder gaan. Het is erg wat er gebeurd is. En dat is voor mij het meest belangrijke wat betreft COVID. Die liefde natuurlijk, daar sta ik, heb ik ook al vanaf het begin gezegd. It is really all about love. En ik denk dat het ook het dogma is van het leven. Als er geen liefde is, dan heeft niets verder zin. Mm-hmm. Toch? Je kunt rijkdom hebben, je kunt wat dan ook hebben. Die liefde is belangrijk. En we moeten dus daarom niet vergeten, als mens en laat me zeggen, medisch wetenschapper zeg ik het ook. We bestaan niet alleen uit lichaam. We bestaan uit ziel, lichaam, ziel en geest. En het is belangrijk ook wanneer we een pandemie aanpakken, een virus aanpakken, dat we dat evenwicht scherp in de gaten houden. Mensen opsluiten en ze onthouden van dat geestelijke, van dat het zielen gebeuren. Dat betekent dat je eigenlijk al te vergeefs bezig bent om iets te bestrijden. En dat we dan voor de toekomst wel degelijk zorgen dat als we die mens-mens benadering bekijken, dat we met al deze 3 aspecten wel rekening houden. Als Corobie heet die man, heel mooi, heel mooi. Ik ga dan zo afsluiten, dames en heren, prettige werkweek. En net als wat zowel dokter Coulton als bischop Steve Meyer zei, het is all about love. Doei! Gezondheid, uw keuze. Elke zondagmiddag om 5 uur op FM Gold. Tips voor een gezonde levensstijl en voeding. Gepresenteerd door de voedseltechnoloog Ricky Stoetgaard, Master of Science. Zondagmiddag 5 uur, gezondheid, uw keuze. Op FM Gold.